leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik Curaçao vlog nummer 2. De eerste echte dag. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Oké. Vannacht was dus de eerste nacht. We zijn gisteravond aangekomen. En ik ben nu in het huisje bij Flor en Vos. Ik slaap dus met Vos op de kamer. En nou, de eerste nacht was een klein beetje een drama. Ik heb niet heel goed geslapen. Maar het is ook echt heel warm hier. We hebben wel hoe heet dat? Een ventilator. Oh ja, ventilator. Maar ja, als je hem dicht bij het bed zet, dan voel je op zich wel. Maar anders is het wel echt heel warm. Dus vandaag is de eerste dag. Ik was om 5 uur wakker. Het is nu 8 uur. Oh, het is 8 uur. Ja, het is 8 uur. Dus we gaan zo, denk ik, ontbijten. En we gaan vandaag naar het strand. En we krijgen vandaag ook de auto. Dus dat is heel chill. Van Autodeal Curaçao. Dus ik ben heel benieuwd. En dan gaan we lekker alles bekijken. En dat is dus de eerste keer dat ik Curaçao bij daglicht zie. Ik heb geen trui aan. Dit is een badjas. Het lijkt echt alsof ik een hele warme trui aan heb. Dus wij gaan ons nu even klaarmaken. Oké, ik heb me even omgekleed. Ik heb dit topje aan en dit rokje van Lovies. De deur is nu eerst open, dus ik ga voor het eerst Curaçao bij Day zien. Heel leuk. Zo, het is buiten kouder dan binnen. Ja, buiten. Heel leuk. En wij zitten in het oranje huisje. Nou, wij, jullie. Ik ga even mijn slippers pakken. Ik heb echt zin in vandaag. Ik had zoveel stress met school en als het dan nu lekker vakantie. Heel fijn. Ik had echt niet verwacht dat het zo rustig zou zijn. Het is echt zo. Iedereen is in de les. Heel fijn, ja. Oké, nou de auto wordt zo geleefd. Ik ben net geappt, dus dat is echt heel erg fijn. Dat hoort ook bij de service. Dus dat is helemaal chill. En dan kunnen we gewoon lekker het eiland gaan bekijken. Als je een auto hebt, heb je wel echt veel meer vrijheid gewoon. Ja, klopt. Het is wel echt fijn. Ja, jullie hebben wel de scooter natuurlijk. Dus we gaan zo, wordt de auto gebracht. Wij lopen, het is nog voor 9 uur. De auto komt zo. En we lopen nu in Curaçao. Ons huis zit daar bij de gekleurde huisjes. Het is echt zo mooi. Het is zo gek dat ik gisteren nog met 2 graden in Nederland zat. En nu lekker hier zo. Het is ook heel, heel erg rustig gewoon. Oh, dit ziet er ook heel leuk uit, die gekleurde dingen. Oké, dit eerste waar we naartoe gaan heet Bijblauw. En hier gaan we lekker ontbijten. Ik zal de tips proberen te delen. Dit had ik ook als tip gekregen in mijn DM. Zo. Nou, even het menuutje bekijken. Oké, zin in. Oh, heel mooi is het hier. We zijn nu hier bij Bijblauw. En je kan hier lekker bij zee eten. Of wil je liever in de schaduw zitten? Nee, ik vind het wel nemen, denk ik. Welke ga je nemen? Lekker. Eet smakelijk. Nou, wij hebben net lekker gegeten. En we hebben nu lekker een smoothie. En we gaan zo terug naar het huisje en dan wordt de auto geleverd. Heel erg chill. En dan gaan we naar het strand. Welk strand ging je nou? Nu ben ik het weer vergeten. Yantzi. Oké. Zin in. Oké, als het goed is krijgen we over een kwartiertje de auto van Autodeal Curaçao. Dus dat is echt heel fijn. En dan gaan we lekker naar het strand toe. Ik zal het model even laten zien welke we hebben. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Zodat je ook even kan kijken als je hier een auto wil huren. Dat is wel echt heel erg handig. En er wordt dus gewoon geleverd op locatie. Dus hoe top is dat? Dus we zijn nu gewoon eventjes aan het wachten. En dan krijgen we de sleutel. En er zit gewoon een al-risk-verzekering. Kan je er gewoon bij nemen. Dus dat is echt super fijn. En ze hebben verschillende modellen. Ik zal het wel even in beeld plaatsen. Dan kan je ook even kijken. Dus dat is wel een goede tip. Leuk, ja. Heel mooi. Oké, we zitten in de auto. We staan nu stil. En ik heb een klein stukje gereden. Hij rijdt echt super fijn. Dus dat is heel erg chill. En we gaan nu naar Yantiel Beach. Als ik het goed zeg. Mm-hmm. En ja, er zit ook airco in. Dus dat is echt heel chill. Echt helemaal leuk. Dus ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten als je deze auto ook wil huren. En ze hebben natuurlijk ook nog heel veel andere auto's. Oké, we zijn bij Yantiel. We hebben net gereden. Het was 10 minuutjes ongeveer.
En we zijn er nu. Ik ben heel benieuwd. Eerste strand dat we gaan zien. Ik vind het overal zo rustig. Het is echt bizar. Oké, we liggen op het strand. Dit is bij Jan Tiel. Het is echt heel fijn. Ik lig lekker op mijn nieuwe handdoek, dus dat is ook fijn. En je hebt hier dus een soort strand, ja, een soort zwembad in de zee. Echt heel bizar. Maar ik lig even met mijn pet op, want ik ben bang. Het kan dus echt heel erg verbrand. Maar het is echt heel fijn. Ik wil er echt nooit weg. Echt heel chill. Ze hebben hier gewoon zo'n bedje. Leuk palmboompje. Palmmayo. Oh. Oké, okay, we hebben lekker eten. Ik vind ketchup ook lekker. Ja. En we hebben lekker. Ja. Oh, wat leuk. Oh, zo, ik zak helemaal weg. Lekkie. Oh, ik heb echt zoveel trek. Oké, nou, wij hebben de hele dag lekker op het strand gelegen. Was echt super fijn. En we zijn nu met de auto weer teruggegaan. We hebben lekker voor het huisje geparkeerd. En ik heb net al even snel gedoucht, dus dat is ook fijn. Ik ben wel, ja, ik ben niet heel erg verbrand. Een heel klein beetje in mijn gezicht. Misschien op de camera lijkt het wat erger. Mijn benen gelukkig niet, maar gewoon hier een beetje. Dat dacht ik eigenlijk ook wel. En we gaan nu gewoon, Vos en ik gaan vanavond samen eten. En, want we zijn dus met de vieren en we gaan ook gewoon 2-2. En ja, dus we gaan lekker uit eten. Heel veel zin in cocktails. En dan gaan we vanavond ook lekker uit. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ik ga nu me omkleden. Nog even kijken wat ik aan ga doen. En dan gaan we lekker uit eten. Heel veel zin in. Nou, makeover. De meid heeft zich klaargemaakt. Oh, dit licht hier is wel echt zo lelijk. Wat ik aan heb is topje van Shein. Rokje van My Jewelry en daaronder is laarzen. Eigenlijk veel te warm, maar we gaan het toch doen. Ik zal mijn tas meenemen. Wat we gaan doen, we gaan eten bij... oh, die ventilator moet nog uit. Het is wel lekker, maar ik denk dat die uit moet, of niet? Moeten we de ventilator uit doen? Ja. Ja, we gaan uit eten bij... De Heren at Sea. En daar kan je dus bijvoorbeeld ook loetje biefstuk eten. Nou, wat wil je nog meer? Ben je op Curaçao, kan je loetje eten. Dus dat gaan we lekker doen. Heel veel zin in. Oké, we zijn aangekomen. We gaan dus hier eten. Bij de Heren at Sea. Vosje is daar. We gaan hier lekker naar binnen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ook heel veel trek. We gaan ook lekker een cocktailtje drinken. Helemaal zin in. Maar het is wel echt sfeer dit ook al zo. Echt leuk. Helemaal zin in. En die wind is top. Maar ik heb ook echt nog nooit op een vakantie gehad. Hallo. Ja. Dat je alles aan kan. Nee, qua, ik ga hier echt aan. Ja, want gewoon, dit is gewoon niet koud. En normaal is dit echt zo koud. Oh. Wat leuk. Leuk. Oeh, kijk hoe lekker. Echt gewoon hetzelfde als bij Loetje. En een salade. Heel lekker. We hebben eerst nog even cola gedaan voordat we aan de sterk gaan. Zin in. Je ziet het zweet al wel zitten na een uurtje. Ik ben ook wel een beetje verbrand. Wat? Lekker warm. Eerlijk zweten. Zin in. We hebben lekker een cocktail besteld. Echt heel lekker gegeten. Het was wel echt lekker. Dat is van mij. Hij doet bij mij niet, hè? Nee. Gek, hè? Ja. Lekker. Cornstar. Hij is wel bijzonder. Ja, we hebben nog nooit gezien. Ik vind het een passieve. Ah. Dus het maakt er niet op uit. Lekker! Proost! Ook heel chill dat ze dan die dingetjes op die rietjes hebben elke keer. Heel chill. Ik wil echt een bezweten kop hoor, ik. Oké, nou, we hebben heel lekker gegeten en wat gedronken. Was echt heel chill. Ja. Echt een aanrader. De Heren. De Heren at Sea. Had je er nou één keer al gegeten of meer? Nee, één keer gegeten en ook wel vaker drankjes gedaan. Ja, heel leuk. En zeker een plekje reserveren, want dan kan je aan het water zitten. Dus dat is ook wel leuk.
En we gaan nu even terug, heel snel even terug naar het appartement, toch? Of niet? En dan gaan we eventjes een dansje wagen. Precies. Hoe is dat de muziek vandaag? Nee, is wel iets anders sowieso. Ja, dat is heerlijk. Oké, Vos en ik zijn weer terug op de kamer. Het is echt zo heet. Het was heel gezellig. We hebben lekker gegeten en wat gedronken. En we zijn nu weer terug en we gaan lekker slapen. Ik ben eigenlijk echt niet moe, want ik heb een jetlag. En ik ben een beetje verbrand, zie ik. En ik heb wel echt gezegd, oh, ik ga elke dag een vlog maken. En ik ga ook elke dag vloggen, maar ik weet niet of het lukt om echt een lange vlog te maken. Dus ik moet echt nog eventjes kijken. Ik hoop dat het gewoon lukt om elke dag een lange vlog te doen. Maar anders worden het misschien 2 dagen in 1. Als jullie dat niet erg vinden natuurlijk. Maar wij gaan in ieder geval lekker slapen. We gaan nog even lekker even wat eten in bed. En dan, kijk, dit is het bed. En dan gaan we gewoon slapen. En elke keer als het avond wordt moet ik helemaal hoesten. Heel vervelend. Maar ik hoop dat jullie de video alsnog leuk vonden. Zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe Curaçao vlog. Doei doeg!